Belgische en Nederlandse surfers streden dit weekend op Scheveningen om de winst van het surfkampioenschap Surf Benelux. En de Haagse Tom Boelsma won in de categorie junior. Gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel. Echt super blij ermee. Echt heel blij. Hey, het was een beetje een close call, hè? Vertel. Ja, want nummer 2 en 3 die hadden maar weinig punten nodig om ook door naar de eerste plek te gaan. Dus ja, het was best wel tricky inderdaad. Ja. En toch wist de Haagse surfer de nummer 2 en 3 te verslaan en van hen te winnen. Maar hoe win je nou zo'n surfwedstrijd? Je wint door verschillende manoeuvres te maken. Je hebt veel tricks, heb je cutbacks, dat is terug naar het schuim toe. En op die verschillende tricks, hoe meer verschillende tricks je doet, hoe beter de score je krijgt uiteindelijk. De criteria internationaal is eigenlijk speed, power en flow. Dus ja, dat zegt eigenlijk alle drie woorden. Dat moet eigenlijk gemixt worden in één golf. En daar kijkt de jury naar. Vanaf 1 oktober was de organisatie al aan het wachten op de juiste weersomstandigheden en golven voor het kampioenschap. Ja, we hadden natuurlijk gehoopt op nog hogere, nog heftigere en spectaculaire omstandigheden. Het is alleen, ik denk dat we blij mogen zijn met degene wat er nu is. Ik bedoel, moeder natuur brengt rond de borst hoge golven, als ik het zo mag zeggen. En ja, daar moeten we blij mee zijn. En de surfers kunnen uit de voeten, we hebben een eerlijk resultaat en daar gaat het om. Af en toe is het wel heel lastig hier. Want vergeleken met het buitenland is het daar veel beter natuurlijk. Hier is het altijd slap en heel klein. Het is moeilijk in die golf te komen. Maar uiteindelijk vandaag gelukkig stonden er goede golven om deze wedstrijd aan te kallen. Tom hoeft gelukkig niet lang te wachten voor betere golven. Hij gaat voor de grote finale namelijk de grens over. Echt heel blij, maar ja, naar Marokko in Assouan. Dus goede golven ook daar hoorde ik. Ik ben nog nooit zelf geweest, maar lijkt me heel leuk daar.